Leonardo, mooie beweging langs Gregor van Dijk. Dan Kwakman. Balletje heel sterk, maar zijn voortzetting is toch vaak niet al te best. En dan is Leonardo weg. Is hij voorbij Buitens en kan NAC hier gaan scoren. Leonardo, doet hij het zelf? Nee, hij legt hem voor de voeten van Silberbauer. Is hij een keer niet zelfzuchtig, doet hij het verkeerd. Leonardo. Amoa. Leonardo. Goeie bal van Elshot naar Leonardo. Die bereikt Kwakman? Nee, net niet. Dan is toch weer... Leonardo kan door en heeft de bal. Alleen Amoa voor het doel. Leonardo er langs. Nu is de voorzet voor Kwakman. En die schiet hem wel heel slecht in. Komt de voorzet een keer aan? Wordt het niet afgemaakt. Ik denk persoonlijk dat hij voor Amoa was bedoeld. Maar goed, hij bereikt de medespeler, Leonardo. En dan moet het weliswaar met rechts, maar moet Kwakman hier ook meer mee doen. Derde keer dat Leonardo gevaarlijk erlangs is. Maar Lenski zal eruit gaan. Moet nu nog even achteruit, want daar is NAC. En daar is een vrije trap. Er liggen er twee van NAC. Nezu moet eruit. Hij had dat zo te zien niet verwacht, dus ik heb niet het idee dat dit met een blessure te maken heeft. Maar meer met het feit dat hij eigenlijk geen grip heeft op Leonardo. Al het gevaar bij NAC komt van Leonardo. Silberbauer in de achtervolging, samen met Cornelissen. Leonardo. Er is weinig ruimte. Zeg maar gerust geen ruimte. Dus kom. Als het zo gaat, mag het. Leonardo. Maar weer eens op avontuur. Gorten. Leonardo. De langs. Amoa als enige voor het doel. Voorzet. Weggehaald door Cornelissen. Schot van Veher. Leonardo. Versnelling, dan neergelegd door Nijholt. Hij is moeilijk af te stoppen. Het is weer zo'n middag waarop hij het heel aardig doet. En als Leonardo het heel aardig doet, dan heb je al Amoa dan. Vrijheid voor Leonardo. Leonardo verdient een hoekschop. Nezu doet dat goed. Lastig. Sowieso moeilijk om tegen Leonardo te voetballen. Maar als je hier de tackle verkeerd inzet, heb je ook nog eens een penalty tegen. Leonardo. Naar Silberbauer. Leurling dan. Leonardo. Dat zijn er twee. Leonardo legt terug. En daar zit de hele middag al het probleem. Hij komt er een paar voorbij bij Utrecht. Gaat niet voor eigen succes, maar voor een voorzet. En dat levert steeds niks op. Dat was Mertens. Dat was Moulenga. Dan is de hoek lastig voor eigen succes. Kiest hij voor Kwakman. En is... uiteindelijk krijgt hij de bal bij Leonardo. Het tempo is uit de aanval. Leonardo hoopt op Elshot. Via Kolka zou dat alsnog kunnen. Van NAC. Die fase is nog niet voorbij. Amoa. Leonardo krijgt hij hem goed mee. Hij geeft hem aan Amoa. Weer een corner. Het is een duo dat elkaar wel bij vlagen goed aanvoelt. Amoa, Leonardo en weer Amoa. Is het met een beetje geluk? Het maakt niet zoveel uit. Het is wel meteen de eerste grote mogelijkheid voor Leonardo. Past bewust op Amoa en dan moet Babel zich strekken. Het is een mooie combinatie. Maar hier is Leonardo. 1, 2 man kwijt in een paar vloeiende bewegingen. Leonardo. Leonardo, balletje teruggelegd. Net even te kort. En dan als laatste geraakt door Amoa. Zo wordt het een doeltrap. Dreyfus
het eerste gedeelte van de wedstrijd. Kijk eens hoe makkelijk daar Thibaut Zonkiza en ook El Hachoui weggezet worden. En dan moet het met het linkervoetje. Hij werkt keihard, Leonardo, maar niet alles lukt. Dit is wel weer goed gedaan. Goede interceptie. Amoa. Aan de rechterkant is Leonardo mee. Amoa zoekt het op deze manier. Nu dan toch Leonardo. Via Leurling. Leonardo. Ja, met een beetje geluk. En dat heb je soms nodig. Pabos moet dan nog ingrijpen. Maar kan dat? Zoals hij dat in de tweede minuut ook al handig. Wat Gorter daar doet. Want hij had hem beter kunnen laten lopen meteen voor Elshot. Nu Leonardo. Dan gaat het over veel schijven. Elshot. Leonardo met een beetje geluk. Leonardo. Leonardo met rechts. Ver voorlangs. Voorlangs. En NAC, het is onverbrekelijk met elkaar in de armen te kunnen sluiten. Gelijkmaker is nabij. Maar Leonardo schiet wel hard. Maar ook naast. Ook hij keek even voordat hij schoot, maar dat hielp hem niet. Voor de dingen die NAC bedenkt. Om dan zelf met snelle mensen als Thibaut Zonkiza en ook Veselau toe te slaan. Gorter, Leonardo. Mooi paasje, Kwakman. Maar nu. Gespeeld door Leurling, Leonardo. Elshot, weer Leonardo. Leonardo met links. Wel op, richting Babos. Althans, dat is toch de bedoeling. Leonardo was er een minuut geleden dichtbij. Dit is een mooi paasje. Althans, qua intentie. Gorter. Voordeel, want hier is Amoa en Amoa mag verder. De paas van Leurling. Hij gaat daar over de knie, Leonardo. Stopt toch min of meer aan de basis, zullen we maar zeggen, met wat goede wil. Kan er terugkomen. Leonardo. Uiteindelijk Babos. Maar het is een vrij staaltje voetbal. Dat is het. Leonardo. Elshot heeft daar de ruimte. Zomer op een behoorlijke afstand. De voorzet is. En daarmee val je uit de toon. Elshot. En Babos. Veher. Leonardo. Zit er nog wat in vandaag? Zou zomaar kunnen. Voorlangs.